Het is weer die tijd van het jaar van gezellig samen zijn, de kerstboom in de woonkamer, lekker eten. En zo langzamerhand hoort deze traditie er ook helemaal bij, die van de kerstreclames. Elk jaar lijken het er weer meer te zijn, de ene nog kerstiger dan de ander. Ook al vindt lang niet iedereen die filmpjes leuk. Ja, als er advertentie overstaan staat, dan doe ik hem weg, ja. Ik probeer zo snel mogelijk die reclame door te spoelen. Ik klik ze gewoon weg. Want soms zijn van die hele saaie. Het is meestal wel heel irritant, want dan het is meestal net op een heel spannend stukje. En het kan ook heel lang duren. Het kan soms heel irritant zijn. Ja, irritant. Ja, ik kijk dus nog best wel graag naar reclames eigenlijk. Ik vind het leuk. Ja, het is mijn vak en ik ben heel benieuwd wat er allemaal gemaakt wordt en zo. Dus. Kijk, deze poef is ontzettend belangrijk voor het shot. Jordi van de Bovenkamp werkt in de reclame. Zo. Hij bedenkt ze en filmt ze in dit soort studio's. Hij weet dan ook goed hoe kerstcommercials in elkaar zitten en waarom ze zo worden gemaakt. We zien de Albert Heijn, de Jumbo, de Lidl, Plus, ze komen allemaal voorbij. Veel bekende ingrediënten ook, veel familie zie je. En altijd wel dieren. Je ziet zodra er een dier in een commercial zit, ja, dat vinden mensen schitterend. De kinderen ook. En de ouders vinden dat mooi. En ja, en ik persoonlijk ook. Weet je wel. Je onthoudt het ook beter, want je ziet in één keer een hamster praten. Have yourself a merry little Christmas. Lieve, die cavia's. Het zijn hamsters, man. Het is wel lief, het is wel lief. Ik vond hem ook best saai. Ja? En wat maakt hem dan saai? Omdat ik deze reclame heel vaak heb gezien. Maar kan je nog herinneren hoe het was voor je, toen je hem voor het allereerst zag? Ja. En wat vond je er toen van? Niet verwacht. Dat verrassingseffect is precies waar reclamemakers naar zoeken. Het is namelijk de grote kunst dat je opvalt tussen al die andere kerstreclames. Reclame voor Coca-Cola. En dan beginnen ze een kerstboom maken met Coca-Cola blikjes met kerstman erop. Niet per se dat ik van Coca-Cola hou, want ik vind dat niet. Ik hou niet van cola, maar ik vond het gewoon mooi omdat. Ja, ze hebben alles met kerst te maken. Want je houdt van kerst? Ja, de mooiste tijd van het jaar. Kerstreclames zijn in andere landen nog wat groter dan bij ons. Vooral in Amerika en Engeland lijken het soms wel kleine speelfilms. De favoriet van Jordi is deze Engelse reclame van een Engelse supermarkt. Met een dier, Lewis de Penguin. Ja, weer een dier, hè? Ja. Maar het einde, dus de laatste 3, 4, 5 seconden, daarin denk je, ah, oh, wat prachtig gedaan. Verreweg mijn meest favoriete kerstreclame. Nou, hij duurde wel heel erg lang, maar het was wel grappig. Ik denk dat ik deze dan niet had weggeklikt. Ik heb geen pinguïn, maar ik knuffel wel vaak met mijn zusje. Die is ook een soort van pinguïn, want die loopt heel apart.